Peter van den Bemt, vandaag ook een bijzondere gast in Sportstories. Wat vond je er zelf van? Ik heb mij geweldig geamuseerd in elk geval. En ik moet zeggen, het was een heel aangenaam publiek, want we zijn over het hele land geweest. Ik ben er niet altijd bij, voor alle duidelijkheid. En soms is dat, de ene dag is dat wat beter dan de andere. En ja, voor iemand die op een podium staat, is de reactie van het publiek natuurlijk toch belangrijk om... Om mee te gaan en om gemotiveerd te raken. Dus dat was iets fantastisch. Heb je zelf ook zo'n memorabel sportmoment in 2012? In 2012? Moet ik eens over nadenken als je mij daarmee overvalt. Ik moet zeggen, een van de momenten was voor mij de Panenka-penalty van Pirlo op het Europees kampioenschap. Dat is mij altijd bijgebleven. Ik vond het een formidabel Europees kampioenschap. En als je dan zo op dat moment dat durft... Ja, dat is mij altijd bijgebleven en ik heb het al wel eens in een of ander jaaroverzicht verteld. Het was voor mij symbool zo van de renaissance van het Italiaanse voetbal. Niet langer lelijk en defensief en door iedereen gehaat, maar ja, iets nieuws met Prandelli. Iedereen hield van Italië in het voetbal. Ja, wanneer hebben we dat nog eens kunnen zeggen eigenlijk? Dus laten we dat dan maar nemen. Je haalde daarnet ook al de speciale sfeer met het publiek aan vandaag. Heeft dat te maken met de aanwezigheid van Jelle Vossen en Pierre Denier hier in Genk? Ja, er is altijd zo'n lokale gast. En er zullen waarschijnlijk heel wat Genk-supporters ook in de zaal hebben gezeten. En als je dan twee boegbeelden, mag ik toch zonder overdrijven zeggen, van de club erbij hebt, die dan ook nog eens rad van tong zijn en mee kunnen spelen. Als je gasten hebt die een beetje stroef zijn, maar als je mee kunt, want het is toch een ontspannen avond natuurlijk. En Pierre heeft een prachtig verhaal overigens. Dus dan, dan heb je gewoon een leuke avond. En dat speelt natuurlijk wel zeker mee. En het publiek gaat er dan gewoon niet mee, dus dan heb je een leuke avond. Mogen we voor de luisteraars in Genk ook nog even vragen wat jij verwacht van de wedstrijd van zaterdag tegen Beerschot? Genk zal wakker moeten zijn, denk ik. Want ik heb Beerschot gezien op Gent. Ze hebben daar wel verloren, maar Jacques Mathijs heeft er wel een nieuw soort spirit in gebracht. We spelen al 2 of 3 wedstrijden achter elkaar. Terug wat beter voetbal. Ja, niet overdrijven. Dus een goed Genk, een geconcentreerd Genk en efficiënt Genk wint gewoon op Beerschot. Maar als je wat minder bent, als je niveau haalt van de tweede helft tegen KV Mechelen, dan heb je gewoon een probleem. Want zoals ik zei, het staat wat beter bij Beerschot. Er is wat meer vertrouwen. En ik heb de indruk dat Jacques Mathijs de ploeg wel beter en beter gaat maken. Of dat succes gaat opleveren tegen Genk, dat weet ik niet. Maar ik wil maar zeggen, ze moeten wel wakker zijn. Want anders hebben ze toch weer een probleem, denk ik. Gaat ook een Jimmy volgens jou nog een aanmerking komen voor de nationale ploeg? Dat zal heel moeilijk zijn, denk ik. Zoals je weet hebben we ondertussen een redelijk overschot aan centrumspitsen. En dat is toch eigenlijk zijn beste positie. Als je ziet dat Jelle Vossen nu al zelfs even niet opgeroepen is. Dat komt weer wel in orde, zal ik aan Jelle zeggen. Geen probleem. Ja, dan weet je dat de concurrentie keihard is natuurlijk. Hè. Je hebt Lukaku, je hebt Benteke, je hebt Jelle Vossen. Dus ik denk dat hij van iets te ver moet terugkeren. Dat hij niet bij Beerschot, maar wie weet bij Mallorca of bij een andere club toch weer zijn allerhoogste niveau moet halen. Want de tijd dat Jelle en Ogunjimi het mooie weer maakten bij de Rode Duivels. Ja, dan had je Benteke was er niet bij en Lukaku was er niet bij. Die jongens zijn ondertussen ontploft in de Premier League. Dus ik gun het hem, maar het wordt moeilijk. Oké, Peter van den Bemt, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.